We gaan een kleine presentatie houden over wat ik heb meegemaakt vorige week bij het event van David King. Wat heb ik daar meegenomen, wat kunnen we daarvan leren? Daarna komt Erik van der Heuvel een klein stukje vertellen over innovatie. Het mag geen pitch zijn, als het een pitch is mag je boeren. Oh, boeren. Dus hij gaat het vertellen over innovatie. En daarna gaan we naar het verhaal van Brian Benstock. En daarvoor, met alle aspecten, komen we ook allemaal. Om te kijken wat kunnen we doen om succesvol te zijn. En hoe kunnen we doen om een voordeel te halen ten opzichte van de competitie. Dus dat is het programma. En u weet allemaal dat dit een gratis event is. Dit doen wij met de missie om de online automotive beter te maken. Alleen om dit soort sprekers te halen op dit soort hotels af te doen, kost gewoon heel veel geld. En dat kan ik alleen maar doen door de sponsors en de partners die we hebben. En die doen dat eigenlijk belangeloos. In die zin van ja, ze betalen geld, maar ze mogen geen pits doen. Ze mogen geen steentje achterin doen. Ze doen het alleen maar met ambitie om ook samen met ons de online automotive beter te maken. En daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. Daarbij wil ik er één uithalen, dat wist hij overigens niet, maar Jeroen Zaal is daar naast het hart. Jeroen, handje, hier ben ik voor haar. Jeroen is 3,5 jaar geleden, begonnen met ActiveLease, waar hij eigenlijk operationele leasecontracten verkoopt online. En met Jeroen heb ik een hele goede geschiedenis. Bij nieuweautokopen.nl, waar we met elkaar eigenlijk ook wel scherp hebben gemaakt, beter hebben gemaakt als je met spiegel kijkt naar achter, hè, wat er dan is gebeurd. En als je dan ziet alle lessen die we toen geleerd hebben en je vertaalt die naar anno 2018, kun je ontzettend succesvol zijn met gewoon de basisdingen. De basisdingen die zitten van we lopen een marathon, we lopen geen sprint. Er is niet iets wat we nu kunnen verzinnen wat morgen exceptioneel veel geld opbrengt. We moeten de arbeid erin willen steken. En Jeroen is een van die mensen zeg, die daadwerkelijk die marathon wil lopen om uiteindelijk succesvol te zijn. Hij zoekt onder andere nog dealers die vaak met hem samen willen werken op de operationeel is. Maar zover gaat het een pitch. Ik was vorige week bij David. En ik ken op bezoek in Kentucky en daar hebben we een presentatie gehad van TrueCar. En dat is een website, zeg maar, net zoals Nieuwe Autokopen ooit was, waar je online een gebruiker nieuwe auto kunt kopen. En door middel van een aanvraag die naar de dealers toe gaat. En hun doen heel veel onderzoek naar consumentengedrag. Wat doet nou een consument op de website? Wat vinden ze belangrijk en op wat voor manier kunnen wij daar eigenlijk van leren? En ze hebben onderzoek gedaan naar het volgende. Ze hebben 20.000 mensen onderzocht, uitvoerig onderzocht, wat hebben ze nou op de website gedaan, waar hebben ze op geklikt, waar hebben ze naar gekeken, wat hebben ze eigenlijk daadwerkelijk op de website gedaan. Daarna hebben ze gekeken, ben je daadwerkelijk fysiek in de dealerschap geweest? Daarna hebben ze een onderzoek gedaan van wat heb je gedaan, wat vind je van, en van dat soort kwalitatieve vragen. En dan komt er iets uit waarbij je de topdealers eigenlijk kunt onderscheiden. En de topdealers kun je onderscheiden door middel van 10 punten. 10 punten eigenlijk heel universeel zijn. Dat is hetzelfde als het universeel is als ik hier een sixpack zou willen hebben. Dan weet ik dat ik 1 jaar lang moet trainen, 1 jaar lang water moet drinken, 1 jaar lang brood moet eten. Dat is universeel. Dan weet je het resultaat wel wat eruit komt. Dus op het moment dat je online succesvol wil zijn, dan weet ik dat je ten eerste een proces moet hebben. Gewoon een proces moet hebben, hoe voelt je leads op? En leads, telefonische leads, online leads, maakt niet zo geluid. Maar hoe voelt je die op? Wat is jouw proces? En dat proces kan bij iedereen wel anders zijn. Met zijn eigen DNA, met het merk, met het land. Want we hebben heel veel Belgische collega's ook hier. Het kan allemaal verschillend zijn. Maar het moet een proces zijn. Als tweede, je moet je reply eigenlijk aanpassen. En daar bedoel ik eigenlijk mee van, wie zit hier dan op LinkedIn? De meeste. Is de communicatie die je op LinkedIn doet andere dan op Facebook? Nou, meestal wel, als het goed is. Dat betekent dat we onze reply daar eigenlijk aanpassen aan het platform waar we zeg, op dat moment mee
bezig zijn. Dat betekent ook, zeg, als ik een aanvraag krijg van mijn eigen website, heb ik daar een ander antwoord op als ik een aanvraag krijg via Marktplaats of via Outscout of via wie dan ook. Ik moet hem aanpassen naar het platform. Nummer 3 is dat je derde partijen moet inschakelen. Derde partijen zoals Autodaad, Autodesk Pro of AMD Koerslijst of Carfax of wie dan ook, om te zorgen dat jouw prijs, jouw auto gevalideerd wordt door een ander. Nummer 4 werkt altijd bijzonder goed. Wie zegt dat degene die de aanvraag doet, die auto daadwerkelijk die auto wil hebben? Of kan het ook zijn dat je een aanvraag doet op Kia Picanto in basis, maar dat je misschien best wel in de markt bent voor een demo, of misschien best wel in de markt bent voor een andere Kia die er boven zit met misschien wel een airconditioning. Ik weet één ding zeker, als je niet aanbiedt, verkoop je hem niet. Dus zeg maar, het alternatief aanbieden heeft nog altijd wel succes in die zin. Maar nummer 6, of nummer 5, is transparantie. En daar heeft Brian het zo meteen ook over. Op het moment dat je online executies anders is dan offline, oftewel je verbergt een aantal zaken, ga je op termijn niet winnen. Dus we zullen allemaal transparant moeten worden, ook met de boendaal. Maar ook zeg maar de websites moeten eigenlijk bij elkaar kunnen verweven. Nummer 6 is ensure to update your pricing. Oftewel, op het moment, hè, mijn vrouw heeft een winkel in Brokant, van kastjes. En op het moment dat mijn kastje op marktplaats zit, weet je na 5 dagen exact of het goed zit of fout zit. Of je krijgt geen tractie, of je krijgt wel tractie. Op het moment dat we na 5 dagen weer dat we geen tractie krijgen, zou ik dan wat aan advertentie kunnen doen of zou ik gewoon 30 dagen eens moeten wachten? We wachten niet meer, gewoon in 5 dagen, dan passen we wel aan. Dat de prijs of de foto is, de omschrijving is, maar we passen wel aan. Dus op het moment dat je eigenlijk nooit een pijlstok pakt, de digitale pijlstok, gewoon waarom zou die na 60 dagen moeten liggen? Waarom zou die na 90 dagen moeten liggen? Waarom zou die niet na 5 dagen kunnen liggen? We hebben het voorbeeld gezien van CarMax in Amerika, die elke 5 dagen de pijlstok, de digitale pijlstok. Ik zal een voorbeeld geven. Je hebt een Toyota Corolla. Daar weet je van dat je 2 telefonische leads nodig hebt. 2 e-mail leads omdat je 100 VIP views nodig hebt. Dus bezochte pagina's. En je weet waar je na 5 dagen staat. Als je weet dat je in diezelfde tempo binnen 28 dagen dat volume haalt, waardoor je statistisch die auto kan verkopen, doe je niks. Dan krijg je na 5 dagen 1 view, geen telefonische leads, geen e-mail leads. Waarom zou je dan in hemelsnaam 30 dagen wachten? Als het in 5 dagen gebeurt, gaat het na 30 dagen waarschijnlijk ook niet gebeuren. Dus waarom niet gelijk aanpassen, dan pas na 30 dagen wachten? En dat heeft hetzelfde te maken met nummer 7. Je moet wel de juiste prijs hebben, niet de goedkoopste prijs, maar de juiste prijs. En nummer 8 is dat Carfax verhaal wat in Amerika wel een heel groot is. Misschien hier nog niet zo heel relevant, omdat de data misschien nog niet altijd klopt. Maar het komt erna. En dan validated price is hetzelfde met de AMB's koerslijst of de Autodaad of prijsstek of allemaal van dat soort zaken. Waarom geen derde partij erbij voegen om te laten zien dat jouw prijs klopt? En als laatste showcase the value, oftewel the why buy from me. Want als je niet laat zien waarom je bij jou een auto zou moeten kopen, waarom zou iemand dan een auto bij jou zou moeten kopen als je niet de goedkoopste bent? En dat is vaak het verhaal, ik moet de goedkoopste zijn. Nee, we moeten misschien beter zijn. Aan de andere kant, het onderzoek had ook waar kijken consumenten naar. Waar kijken consumenten naar? Wat vinden ze belangrijk? Nou, en we hebben al 10 jaar lang het verhaal gehad van Google dat het 1,2, 1,3 dienstbezoek was. We komen nu uit 2 onderzoeken uit Amerika, maand over maand over maand, dat het dus niet 1,2 of 1,3 is, maar 2,4 is. En dat geeft wel een ander perspectief. Wat we in de winkel, in de fysieke winkel, zouden kunnen doen. Want we hebben misschien meer kansen dan dat we denken. Misschien registreren we niet altijd als een kans, maar toch zijn het zaken die we, waar we mee kunnen als dienst. Nou, waarom kiezen dan ook bepaalde kopers voor bepaalde diensten? Er zijn 2 vragen gesteld. Wat vind je belangrijk en hoe moeilijk of hoe makkelijk was het op de website te vinden van de dealer? Wat vinden de dealers of wat vinden de consumenten nou belangrijk om bij dealers te vinden? Alles wat zwart gedrukt is, vinden ze belangrijk. Nou, dan kun je bepaalde dingen er wel van uitvissen. Bijvoorbeeld working with the dealer, what purchase from the best.
Oftewel, je eigen data, je eigen plan is natuurlijk de belangrijkste van allemaal. Maar kijk je nou, kan ik dat daadwerkelijk vinden op de website van de dealer? Dan komt dit eruit. En dan zie je ook dat rechts onderin, dat zou je altijd moeten hebben op je website. Dus altijd je reviews, altijd laten zien dat je een grote voorraad hebt. Dus misschien op de homepage laten zien dat je 500 auto's hebt. In plaats van dat als je gaat zoeken dat je dan pas ziet. Of dat je nooit laat zien en dat het dan eigenlijk zou moeten uitvinden hoeveel je er hebt. Misschien zou je veel duidelijker moeten zijn in wat je hebt. En specifiek contactpersoon, oftewel laten we de verkopers op de website wel naar voren komen. Maken we ze wel belangrijk genoeg. En als je het dan hebt over de berichtgeving, die krijgen dus een antwoord op een aanvraag via TrueCar. En daarmee eigenlijk spiegelen ze de online ervaring die de klant heeft op dat platform. Dat platform vertrouwen ze op een bepaalde manier. Misschien niet de dealer op dat moment, maar wel het platform. Dus wat doen ze? Ze pakken het embed van het platform, daar rechtsboven in, en maken dus de template dat ze de connectie zoeken met de klant van u heeft gezocht op TrueCar. Wij werken samen met TrueCar, wij zijn een partner van TrueCar. En op dat moment is die ervaring bij elkaar. In plaats van dat je altijd hetzelfde antwoord geeft en het niet uitmaakt van wat voor platform het komt. Nogmaals, op LinkedIn ga je anders reageren als op Facebook. Een TrueCar link is een ander als een Cars.com niet, of een eigen website link, maar misschien ook een marktplaats link, of een eigen website link, of misschien een via Glovo link, wat dan ook. Misschien zouden we daarin veel beter kunnen excelleren. En de tweede verhaal was van Google Analytics. En daar kwamen wel wat schokkende dingen uit. En ik heb een aantal van jullie gevraagd om jullie data te delen met mij. Google Analytics data te delen. Zodat ik kan zien of wij hier hetzelfde probleem hebben. En laat ik eerlijk zijn, onze website is belangrijk. Het is de belangrijkste hub. Dat is onze digitale show. Daarmee zouden we nog veel meer geld moeten investeren om hem beter te maken, om hem zichtbaar te maken, maar ook om te zorgen dat we daar conversies uithalen. Maar Google Analytics is wel de scheidsrechter ervan. Het laat zien wat we ermee kunnen doen. En op dit moment is het gewoon niet voor elkaar. We laten gewoon niet de verschillende doelen zien die mogelijk zijn. Ik zal jullie graag laten zien wat ik daar doe. De facto gebeurt dit. Dus de meeste bezoekers zijn eigenlijk anoniem, want ze sturen geen aanvraag in via een formulier. Ze bellen niet of ze chatten niet. Die zouden ergens wel kunnen halen. Wat doen de andere 95%? Waar zijn die mee bezig? Wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld dit. Je hebt een VIP-pagina, een productpagina. Het is belangrijk om te weten dat je bezoekers foto's hebben bekeken. Zou dat een metric zijn waarvan je graag zou willen weten, is dat gebeurd? Ik heb op gaspedaal zeg maar, een investering gedaan. Ik zie een bounce percentage van 70%. En als die bounce percentage wel 10 foto's heeft bekeken, van boven naar beneden is gegaan en een aantal zaken op diezelfde pagina heeft gedaan, dan boeide me die 70% niet. Dan was het gewoon een goed bezoek geweest. Namelijk, het heeft iets gedaan wat ik graag zou willen. Mijn auto's bekeken of mijn auto desbetreffende. Die desbetreffende auto bekeken. Daarnaast bekeken een video of een inmeldtooling of een printje. Nou, als ik als voorbeeld pak de nieuwe website van Marco, dan heb je hier naartoe. Dit is de nieuwe website van Marco van Beek. En dan zie je dat er heel veel conversieknoppen eigenlijk zijn. Je kunt bellen bovenin, je kunt een offerte aanvragen, je inbel en je kan bellen, je kan delen, je kan de prijs per maand doen en je kan de foto's bekijken. Als ik dan bekijk wat er in de Google Analytics staat, dan kun je alleen maar het formulier zien. En is dat niet die foute manier van meten? Maar je kijkt alleen maar naar de laatste clip. Alleen maar naar de 2-3% van de mensen die daadwerkelijk converteren. En die 97% van de mensen zijn eigenlijk anoniem. Maar hoe bepaal je je marketinginvestering in wat dan ook op basis van 1-2%? Dat is onzin in de wereld waarin we nu leven qua data. Dus dat zouden we anders en beter moeten kunnen doen. En wat je zou moeten doen, en dat mist bij de meeste dealers ook in Nederland, dus
liedformulieren zitten er dan nog wel in. Maar telefonische leads met gewoon een dynamische calltracking of een statische calltracking die ingeschoten wordt in Google Analytics, die mis ik. De meeste leads hebben een chat. Maar voor 90% komt de chat, de conversie, niet in Google Analytics geschoten als een conversie. Die wordt gewoon gemeten in Excel, in de rapportage, soort leads heb ik gehad. Maar wordt niet ingeschoten in Google Analytics. SMS-leads of WhatsApp-leads ook niet. Ze zijn allemaal onzichtbaar. Hoe kunnen we als marketeers eigenlijk onze investeringen doen op het moment dat we niet weten? Nou, we hebben gisteren een online dealer award gehad en daar heeft Bram de prijs gevonden voor de data. En niet van Van Bossel. Niet omdat hij dat nou leuk vindt, hij vindt de prijs niet leuk, toch? Hè? Maar omdat ze daadwerkelijk samen met DTC bezig zijn om die data continu te verbeteren. Om eigenlijk de marketingcampagne zo te maken dat je daadwerkelijk de juiste beslissing maakt. Daar gaat het om. Ik ben ook zuinig op mijn muurtjes. Dus hier staan 158 stoelen, omdat ik weet dat ik per stoel moet betalen. Dus bij het Postillon Hotel, die bel ik dan op, zeg ik heb 150 mensen, maar ik heb 175 stoelen nodig, want niet iedereen wil naast elkaar zitten. Nou hou ik 25 stoelen over, op het moment dat die gevuld worden, hoef ik ze niet te betalen. Dat scheelt mij, ik wil er zuinig mee zijn. En zo zouden we ook zuinig moeten zijn met onze marketinggeld. Want het baseren op basis van, ik denk dat het zo is, of volgens mij is het zo, is onzin in de wereld waarin we nu leven. Het zou anders en beter moeten zijn. Kijk, en dan zie je hier bij een gemiddeld dealerbedrijf dat in Google Analytics het veld other bent. Anders. Als je het goed doet en je doet je Google Analytics op de juiste manier, dan mag het bij other of anders mag er 0 staan. Dan heb je het er goed voor elkaar. Dan heb je UTM-codes en alles wat erbij hoort goed voor elkaar. Op het moment dat daar een bedrag, een getal staat, moet je kijken wat mis ik nog en wat kan ik op een betere manier in Analytics zien. Nou, en het is natuurlijk niet makkelijk, het is natuurlijk niet eenvoudig om het te kunnen doen. Het kost ontzettend veel tijd en energie. Maar de oude data's van deze wereld, de DTC's van deze wereld, de oude mensen van deze wereld, iedereen kan je helpen ermee om een goed Analytics profiel te maken. En Kartel is dat ook op dit moment van deze wereld. Je zult namelijk vanuit dat soort bedrijven, maar wel zo deze wat zou een verantwoordelijkheid moeten nemen om een slag te maken met hun dealers. Maar de dealers zouden erbij ook een investering moeten doen om dat mogelijk te kunnen maken. Paul, mag ik even wat vragen? Jullie aan het jaar gaan zeggen. Ik denk dat je dat ervaring hebt gehoord, maar vaak zie je dat je zelf in nood hebt. En kunnen nodig hebben, om jouw eigen ding uit te doen. Sturen, kwaliteit en beter. Ja. Hoe zie jij dat? Hoe kun je dat het beste aanpakken? Nou, doordat jij ook een specialist bent, in die zin. Als jij niet een specialist bent, ben je nooit een ware sparringspartner. Maar op het moment dat wij ons opsluiten, een weekend lang, kijk alleen YouTube-video's en dergelijke over hoe dat is, hoe je dat moet doen, hoe je doelen moet doen, dan ben je een ware sparringspartner. Maar vaak willen we die investering zelf ook niet. Zo zeggen, je weet niet wat je weet wel waarmee je bezig bent. Je weet dat je een bepaalde hoogte kun je kwaliteit weten. Maar die laatste 15% die je eigenlijk weet dat je ook kan beter zijn best doen, dat is het. Ja. En dat is lastig in de praktijk om daar de vinger aan te krijgen. De laatste kilometer is toch altijd het lastigste in die zin. Van het is moeilijk zeggen om dat laatste stukje eruit te halen. En daar heb ik ook vaak het antwoord niet op. Daarvoor moet ik ook zoeken. Daarvoor moet ik ook kijken van, joh, hoe kom ik daarachter? En dan lees je artikelen op websites waarvan je denkt van, joh, wat moet ik hier? Ik snap het niet. Maar dat is de investering die we onszelf zouden moeten doen om daadwerkelijk een sparringspartner te kunnen zijn van mensen met wie we op een dagelijkse manier samenwerken. En als laatste, en Bram zei dat hier gisteren tegen mij, van joh, dat is wel een goed verhaal. En Google heeft net een update gemaakt in Amerika. En dat heet Google In-Store. Dat betekent op het moment dat je een AdWords campagne doet en je klikt erop en je gaat naar de dealer website en je converteert niet, dus je belt de chat, je doet geen formulier. Dus je bent eigenlijk geen goede bezoeker op dat moment geweest, maar je gaat wel fysiek naar die dealer of naar dat autobedrijf. En je gebruikt daar
op je mobiele telefoon. Een van de vele Google services, Google Maps, Google Business, Gmail, YouTube of wat dan ook, op dat moment registreert hij waar je bent en schiet hij een conversie in Google Analytics in als een in-store visit. En dan zie je zeg maar dat je Google AdWords campagne beter heeft geresulteerd in conversies die je misschien het liefst graag zou willen hebben. En dat is die fysieke persoon die in je winkel is. En dat is iets wat op dit moment nog niet in Nederland is, maar vast heel snel zou komen. Maar ik zal iedereen willen vragen om daarin te investeren. Want dat is eigenlijk wat je graag zou willen. Dat was het aan mijn kant. Ik hoop dat het duidelijk was. Misschien zijn er nog vragen. En dan zou ik willen vragen dat Erik. Misschien weet jij dat altijd beter. Jawel, maar dit, op je eventpagina was leeg. He, dus, maar er stonden minder doelen op dan dat het als doel gedefinieerd zou kunnen worden op de video. Erik, ja. Zijn er meer vragen? Je zei dat de orde, van de verkeersbronnen, de orde, dat je het liefde op nul wil zien. Ja. Maar dat is naar mijn idee niet altijd mogelijk op het moment dat de bezoeker zijn cookies uit heeft staan. Dan en dan lukt het hem automatisch onder de orde uit. Eens, maar ik heb nu van Brian een aantal voorbeelden gezien, zeg maar van een dealer met zeg maar 15.000 bezoekers, waar het onder de 100 zit. Of het nou gemaakt is of niet, ik weet niet hoe ze het dus doen. Maar ik zie zeg maar op het moment dat Brian met engagement en met de doelen en met de events zeg maar hele analytics op een andere manier opbouwt, dat zelfs zeg maar bezoeken van gasbel geen 70% bounce ratio heeft naar 5% maakt. Omdat alles eigenlijk als een event en als een doel telt. Ik ben met je eens, iemand die de cookies uit heeft staan, hè, die bevindt zich dan daar. Hè, maar af en toe dat het de derde bron is in plaats van bijna de laatste. Ja. Dat zelf dan. Ja. Dank u wel, jongens.